en welkom bij een nieuwe aflevering van de Formule Alles podcast. Mijn naam is Sander Wolbert en vandaag gaan we opnieuw een poging doen om over autosport te praten. En dat gaan we vandaag samen doen met de volgende gasten. Martin Verduin. Hallo. Joost Landsaat. Hi. En terug van weg geweest, Dennis Broekhardt. Ja, goedemiddag. Goedenavond. Dennis, hartelijk welkom. Vakantiegangen dat je er bent. Nou ja, maar geen vakantie. Mijn internet is hier gefixt, dus... En je bent toch op vakantie geweest? Daardoor kon je de vorige aflevering niet bij zijn. Oh ja, dat is waar ook, ja. Oh ja, het is goed dat je het zegt. Ik was helemaal vergeten. Ik ben toen wel op vakantie eigenlijk. Ja, hoe was je vakantie? Ja, lekker man. Ik was even in mijn hometown. Nou ja, de hometown. Ik was in provincie Drenthe. Zo'n huisje midden in de bossen. Samen met de familie. Lekker man. Ah, mooi. Ja, je hebt een... Je bent ook op vakantie geweest. Hallo, ja. Disneyland. Daar kom ik zo op, Joost. Daar kom ik zo op. Oh. Ik wil even weten hoe het met Dennis' de internetverbinding is. Ik heb gedoneerd aan Gaza. En daarvoor heb ik goed internet gekregen. Dus zoals u hoort, ik heb ook stemkwaliteit. Ja, wel dus, goede headset. Mijn zoetgevoelige stem is loud en clear. Ik wil bij deze nog even de groet doen aan mijn moeder. Die is hier aan het luisteren. Ik kan jou dit keer wel herkennen aan je stem in plaats van dat gekraak en gedoe. Meestal herken je toch aan de snurk. We zijn dit begonnen, dus misschien over 5 minuten weer heel anders gaan zijn, Joost. Zat er niet nog iets anders in de aanbieding, dat er af en toe per ongeluk Allo Akbar horen? Oh, is dat een grap? Sorry. Ja, sorry. Ik probeer grappig te zijn, inderdaad. Moet ik niet doen. Oh, ja. Heb je nog andere plannen dan Dennis, dat je weer op vakantie gaat? Nee, voorlopig niet, want in april wordt mijn team uitgebreid met nog een coureurtje erbij. Hè? Dus ik ga voorlopig niet meer op vakantie, hoor. Ja. Nee. Weet je al wat het wordt? Dat wordt een jongen. Een jongen? Oké. Okay. Ja, Guido Christian. En waarom ga je hem Joost noemen? Joost Nederpelt. Ja, dat zou Joost wel heel erg waarderen natuurlijk. Ja. Joost, je haalde het net al aan. Je bent in Parijs geweest met je dochter? Ja, even maandag heen en woensdag weer terug. Oh, beetje kort weekje. Ja, ze was jarig, ze werd 10. Dus als ze dit hoort, van harte gefeliciteerd alsnog. Ja, Joost, gefeliciteerd met je dochter. Gefeliciteerd. En, ja, Joost. Gefeliciteerd, Joost. Dank je. Ja, geen probleem. En ze wilde heel graag naar de Disneyland. En ik ook. En ze wilde naar de Tower of Terror. En ik weet niet wat voor ding dat is, maar dat of was. Maar oh, komt ook een Gaza-strook. Ik weet wat het is. Ja, nu wel. Hey, Joost, je zegt de Tower of Terror, maar is het zeg maar in die tower zit je alleen maar commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy, of niet? Nee, dat niet. Dat zou wel een toevoeging zijn. Maar die Franse mensen horen dat natuurlijk. Die hebben geen idee wat er al gezegd wordt. Het is in Frankrijk natuurlijk. Ja, daar komen Olaf en Jack niet. Nee. Daar worden ze ook gemute. Gewoon blok jullie kut Fransen. En daarna heb je nog pannenkoeken gebakken met de kinderen. Toen je terugkwam. Pannenkoeken? Ja. Ja, je deelde een filmpje laatst dat je met je zoon pannenkoeken aan het eten was of zo. Had een kat voor je proberen te maken. Was niet helemaal gelukt. Oh ja, ik probeerde een McLaren logo van stroop te maken. Maar dat blijkbaar was dan een kat. Echt zo mijn best gedaan. En vervolgens, helaas. En verder, wat hebben we nog meer gedaan? Ik ben druk aan de Lego. Ik ben nu bezig met een Bugatti. En ik heb een Audi. En een, wat meer? Een NASCAR heb ik. En een Chevrolet Corvette. Is dat de NASCAR waar Jenson Button mee gereden heeft? Nee, wat is dit? De Next Gen Chevrolet Camaro. Voor de kijkers, hier is die. Niemand die het ziet, maar je kan het toch wel horen. NASCAR. Er stond nummer 75 op. Een Ford Mustang, hier. Misschien heb ik iets te veel Lego. Maar ja. Je kunt nooit veel Lego hebben, hè? Als je vrijgezel bent en voor de rest niet zoveel te doen hebt, dan ga je maar Lego. Moet ik dan maar even opschrijven. Daar zal Sander ook wel alles van weten. Ja, zoveel Lego heb ik nog ook weer niet. Maar ik heb wel Lego-ambitie, inderdaad. Maar het komt er maar niet van. Legio-ambitie.
Ja, ik had hem wel door, Sander. Martin, heb jij nog vakantieplannen? Op de korte termijn? Korte termijn niet. Nee? Nee. Wachten tot de zomer en dan met je vriendin op pad. In juli heb ik dan eerst de Zwarte Cross. Ben ik één dag thuis en dan ga ik door naar Spa-Francorchamps. Dus dat is een kleine vakantie. We gaan naar het werk, toch? Ja, maar dat is geen vakantie. Nee, maar het is toch even eruit. Dat is op korte termijn. Dat is pas in mei, begin mei. Het duurt nog lang, hè? Heb jij alweer wat in de bestelling staan van GP Elite, Martin? Maar dit keer niet van Larry, maar van Cas. Want hij heeft zijn eerste race gewonnen in de Porsche Sprint Challenge Zuid-Europa. Op Valencia was dat, geloof ik, waar die gewonnen had. Hij is al een beetje bezig om Larry te doen laten vergeten bij GP Elite. Oh, eerst kijken wat hij bij de Porsche Supercup kan doen, hè? Ja. Ah, dat hij talent heeft, dat weten we wel. Cas Haverkort, onze vriend van de show. Zou Frits van Amersfoort inmiddels al achter oren krabben? Een beetje spijt hebben? Ja, ik denk dat het meer om de poen gaat. Dat hij daar niet meer zit. Ja, daar ben ik ook bang voor. Want laten we eerlijk zijn. Als ik nou kijk wat ze daar in de Formule 3 hebben. Je hebt Sofia Flörsch en die andere twee nobodies. Nou ja, dan mag je al blij zijn dat je punten scoort. En met Haverkort wist ik bijna zeker dat je elke week voor de punten had gestreden. Ja, maar even serieus. Cas Haverkort is een vriend van de show. Ik heb nog nooit van die gast gehoord. Daar heb je geen vriend van. Dat is een vriend van de show. Vriend van de Gerda Haverkort. Ja, en ook dat is Gerda Haventong. Andere huidskleur. Oh ja, dan kan je geen familie zijn natuurlijk. Hè? Alle kleurtjes erop. En nee, dan ben je geen familie meer. Ben je uitgezet. Ja, bij Chris is het ook gelukt. maar dat is adoptie. Dus wie weet, misschien zijn ze wel geadopteerd. Maar geen idee. Doe het even denken aan die ene keer zo van dat ik Stephen Hawking verwarde met Tony Hawk. Twee debuten op wielen. Ja, ze hebben ook nog een schil nichtje natuurlijk. Jessica Hawkins. Yes. daar komen we later, hè? De F1 Academy. Daar gaan we het later over hebben. Alsjeblieft niet. jawel, die hebben we. Die kunnen we ook nog ultiem belachelijk maken met die stomme make-up rommel. Ja, daar komen we later nog. Van Amersfoort Racing, daar hoeven zowel in de Formule 3 als in de Formule 2 niet heel erg veel van te verwachten. Want in de Formule 2 hebben ze. In de Formule 2 hebben ze het rijdersduel Enzo Fittipaldi en Villa Gomez. Nou ja, dat is niet echt een verbetering ten opzichte van Verschoor en Correa, voor mijn gevoel. Nou, één ding is er zeker. Ja. In de Formule 3 rijden ze sowieso achteraan met Sofia Flörsch. Maar hebben ze, misschien is het wel een verbetering qua sponsorgeld. Dat misschien wel. Dat is toch de enige reden dat hij dat Amersfoort meedoet. Nou ja, toen we Frits spraken in Zandvoort. Toen had hij het wel over dat hij heel graag nog met Verschoor door wilde gaan. Ja, hij zal wel goed betalen, die Verschoor. Ja, en toen zei hij nog, ja, nu kunnen we het wel zeggen. Want hij zit er toch niet meer. Ja, en die Correa, zegt hij, ja, die moet gewoon zo snel mogelijk met een dicht dak gaan rijden. Dus waarschijnlijk rijdt Dams komend jaar met een dicht dak, want de Formule 2 is nog steeds niet van hem af. Hm. Gaat hij daarnaast nog iets doen? Want dat is afgelopen jaar. Ja. Over Formule 2 gesproken, wat vinden jullie trouwens van die achtervleugels? Ik vind het gewoon net parachutes. Ja, laatst zag ik een of ander plaatje dat ze hem vergroot hadden. Net zo lang tot hij in heel het universum te zien was. Dat vond ik wel geinig. ik vind het er raar uitzien. Nee, schip voor hem, nee. Ziet er al niet uit. Parachute of zo. Ja, ik weet dat ze het in de Super Formula ook hebben, maar in de Super Formula is het volgens mij iets minder extreem. Of dat weten ze het nog een beetje af te kleden. Dus, ja, maar ja, als het werkt qua racerij, ja, waarom zou je het dan niet doen? Die periscopen op de nieuwe Formule 1 wagens, dat is ook geen gezicht. Maar als het harder gaat. Nee, daar heb je ook wel een punt. Het is ook een kwestie van wennen, hoor.
Meestal als er iets nieuws is, dan moet je even wennen. En dan, als het eenmaal gewend is, dan valt het wel mee. Maar ja, vroeger was alles beter natuurlijk. Nee, vroeger was alles anders. Maar dan mag je niet hardop zeggen, want dan word je gemute. Of dan heb je last van geldingsdrang. Ja. Daarover gesproken. Daarover gesproken. We hebben sponsoren, Joost. Nou ja, ik wil ze een beetje verdelen. We hebben ze nog niet. Maar er is wel mogelijkheid dat we ze misschien krijgen. Of dat ze misschien luisteren ze. Vast niet, maar... Nou. Ik had wat sponsoren bedacht voor ons. En aan het einde van de aflevering moet je maar even zeggen welke dan het beste past bij ons. De eerste was de klassieker die nooit verandert. Wie kent hem niet? De gele bol met het zure citroenpoeder van binnen. Al meer dan 100 jaar een echte klassieker. Napoleon Citroen. Die nauwelijks verandert. Wat ook nooit verandert is het zure karakter van de Formule Alles podcast. Een zure, ik bedoel, gouden combinatie. En daarom had Napoleon een geweldige sponsor kunnen zijn. Oh, die is goud. Ik weet nou wat jij deze vakantie had gedaan, hebt gedaan. Dat is het onzin verzinnen. Of zie ik dat verkeerd? Ik loop al 2 maanden met het idee. Oh. Dit is wel goud hoor. Maar er komt nog veel meer ellende. Als Ewout dit terugluistert, gaat hij wanhopig op zoek naar dat ene geluidje. Dat smakgeluidje van die Napoleon reclame. Napoleon? Ja, en als Ewout luistert, of misschien, dan weet ik niet, misschien dat hij... Hij is nu sommigen dat opgraven, trouwens, wisten jullie dat? Hij is niet dood. Die is nog niet begraven. Nee. Hij is er helemaal al gevonden, of niet? Prins Frizo opgraven dan. Ja. Frizo, die is toch wel dood? Ja, die is wel dood. Ja. Dat wordt gezegd. Die is buiten de piste gaan skiën toen. Net als Schumacher. Nee, Schumacher niet. Schumacher Schumacher is tegen een steen aangevallen, volgens mij. Hm. Die is niet buiten de piste gaan skiën. Dat was, was echt een Frizo. Ik heb dus nog 3 sponsoren. Misschien kan Ewout even zo'n sponsor pingeltje ertussen doen. Van tunun 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 tunun. Ik denk het Telcel muziekje of zo eronder. Ja, kan ook. Nou ja, in ieder geval, Napoleon, mocht je luisteren, er zijn mogelijkheden. Oké. Mail maar naar podcast@vuurdealles.nl. Keurig, nice. Oké. Ja. Ja. Wil je de tweede ook horen? Nee, die is onder. Ja, daar komt ie. Vuurde Alles wordt ook niet gesponsord door Kesbeke Zure Bommen. Ze zijn er in plakjes, stukjes, sticks en andere speciale vormen. Je kunt het zo gek niet bedenken als ze maar lekker zuur zijn. Al vinden de meeste mensen zoetzuur het lekkerst. En zo is het ook bij Formule Alles. Lekker zuur, maar af en toe ook zoet. Kesbeke zure bommen zijn daarom de perfecte sponsor zijn. Oh, het was me bijna gelukt om dit zonder te lachen te zeggen. Nou, op naar de volgende. Wordt het beter of... Ja hoor, het wordt veel beter. Oké. De zure matten van Katja zijn inmiddels al jaren een begrip in de snoepwereld. Grote groepen zijn hiermee opgegroeid. Maar hey, wist jij dat Katja de originele bedenker is van de zure mat? En zo is Formule Alles de bedenker van de zure max-mening. En ook dat is natuurlijk een kleine stap van de zure mat naar de zure max. Oh, en de laatste dan maar. Elhand zure haring is gemaakt van speciaal geselecteerde grondstoffen die zorgen voor de beste kwaliteit van het product. En de zure meningen van Formule Alles, mannen, hebben ook speciale grondstoffen die zorg dragen voor de beste kwaliteit. De verrassende combinatie van Elhand zure haring en Formule Alles is een smaakbeleving voor jong en oud. Hoe verzin je het? Echt. Chapeau. Nou, het niveau kan alleen maar omhoog natuurlijk. Ja. Nou, of. Ja, Martin? Misschien wil Jan Joost ons ook nog wel sponsoren met zijn kookschrift van F1 fanaat. Die houdt ook van zuurigheid, toch? Ja, die heeft af en toe wel zure gerechten natuurlijk. Ja, ik ben laatst nog tot de conclusie gekomen dat Joost eigenlijk best vaak gelijk heeft. Ja, zeg het nou niet hardop. Dat is het nou een fout, hè? Ja, dit is toch niet een openbaring of zo? Nou, we moeten natuurlijk voorkomen dat hij in zichzelf gaat geloven, maar... Ja, daarom moet je het ook niet zeggen. Joost gaat een beetje in zichzelf geloven. Want tuurlijk, hij had wel gelijk met Rinus 4K. Maar misschien, weet je, Rinus 4K kan alsnog 30 keer de Indy 500 winnen. En dan zeggen we alsnog, Joost, hier zat er echt helemaal fout, man. Hij kan niet eens de pitstraat uitrijden. Dus als dat niet lukt,
Kan het nooit wat worden natuurlijk. En dan is niet inrijden. Als hij het woord titelstrijd hoort, is dat Charles Leclerc. Dan poept hij in zijn broek. Ja. Ja. Misschien gaat hij ook een keer... Ah nee, wacht. Monaco is dezelfde dag natuurlijk. Anders kan hij misschien een keer de triple crown doen. Op één dag. Ja, ja, ik zou het wel traf vinden. Ja, ik ook. Even vliegen en... Eerst Monaco, dan even... Ja. Ik zie Fernando Alonso gek genoeg om dat te doen. Je moet beginnen in Amerika. Daar is het eer vroeger. Dan laten we het dan beginnen in Amerika. Of in Europa. Nee, Europa moet je beginnen. Oh ja, Europa moet je beginnen en daarna weer terug in de tijd. Ja. Maar Europa was ja, eigenlijk... Maar je moet natuurlijk ook Le Mans er nog bij doen. Dus je kan best... Le Mans, wanneer is dat? Ergens in juni? In juni. Dus dan moet je vanaf Indianapolis moet je dan de boot pakken. En dan ben je misschien op tijd terug in Le Mans om mee te doen. Ja, dan mis je tussendoor wel een paar belangrijke trainingen. Maar... Als je echt talent hebt, dan sta je wel vooraan. Daarom. Precies. En als je goede teamgenoten hebt ook. En een goed team. Dat is ook heel belangrijk. Ja, team. Ja, het is altijd het team natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar die auto van 4K lijkt wel veel op steken, kicken, sauber F1 team, hè? Ja, of op de Junkers van IndyCar. Het is, ja, maar het enige verschil is dat je van steek, kick, et cetera, die ken je tenminste. En de Formule 1 wel, ja. Ja, is dat steek nou eigenlijk nog steeds sponsor dan? Want dat mocht in Zwitserland toch gewoon niet meer? Nee, ja, daarom heet het nu ook kick, sauber. Kikken. Kick. Ja. Ja. Heb je nog meer onderwerpen? Of, Ja. Gaan we überhaupt wel F1 Academy kijken? Nee. Nee? Ja, jij kijkt geen F1 Academy meer, Dennis, omdat jij een contactverbod hebt gekregen van Carrie, of niet? Ja, waar wordt dat uitgezonden dan? Op Ziggo. Nee? F1 TV. Ik weet het niet eens. Viaplay, denk ik? Nee, F1 TV. Dat ook niet. Viaplay wordt ook niet uitgezonden. F1 TV. Nee? Dat is exclusief. Ja. Maar ze hadden op F1 TV of Viaplay hadden ze vorig jaar geloof ik wel één race hadden ze uitgezonden met co-commentaar van Stefan, onze grote vriendin. Ja, een vriendin van de show, hè? Dus Stefan Cox. Ja. Cox. Ja, zo heet ze toch? Ik wist dat hij zou komen ook, hè? Ik dacht, hij begint een oren te geven over haar vader. Wat voor talent voor Peter Cox. Dat is gewoon... Peter Cox is gewoon echt een van de beste onbekende... Nee, de beste onbekende... Nederlandse autocoureur. Hij is in dat jaar dat Mika Häkkinen een Brits Formule 3 kampioen werd. Mika Salo werd toen tweede. Volgens mij werd hij toen vierde of vijfde in dat jaar. En de nummer drie, in ieder geval die top drie, die zijn allemaal doorgestroomd naar de Formule 3. En hij net niet. Het was echt een hele talentvolle lichting dat jaar in de Brits Formule 3. Maar die gozer is gewoon een GT-goeroe, gewoon GT-god, echt, weet je. Ja, zeker. Ja, oké, maar ze heet nu Stefane van Poppel. Ze is getrouwd met Danny. Oh, die heeft wielrenner. Ja. 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 Klopt. Mist de kans. Ze heeft nog een tijdje relatie gehad met Robin Vrijns. Oh, ja. Is ze zo? Ja. Ja, dat is inmiddels ook al bijna 10 jaar geleden, volgens mij. Maar... Oh, zij was zeker de reden waarom het stoeltje van Red Bull niet doorging. Mm. Nee, dat was erna nog. Volgens mij is Robin Vrijns toen bij het WRT Audi team terechtgekomen dankzij het management van Peter Cox. Oh? Volgens mij zat het op die manier. Maar dat weet ik niet zeker. Maar wanneer, die Peter Cox, wanneer had hij dan iets gedaan? Met, Ja, mid-90s eigenlijk. Dus was hij zijn glorietijden. Ja. Hij heeft zeg maar in de GT's gedaan, in de Japanse Touring Car. En dan sowieso in de BTCC. Toen de BTCC nog echt iets voorstond, zeg maar. Iets betekende. Dan reed hij nog in het Honda team. De fabrieksteam. Naast James Thomson. James Thomson? Ja, Thomson. Thomson, inderdaad. Hmm. Oh, dat was ook een gouden... Oh, daar moet ik een keertje trouwens over hebben, hoor. De glorietijd over de BTCC. Oh, staat op de planning. Dus, dat is zo machtig mooi. Dan had je zeg maar Renault. Met technische ondersteuning van Williams. En dan had je Ford. Dan had je Volvo. Met ondersteuning van de Tom Boxo Racing. Ja, Volvo met die heerlijke... Met die stationwagen inderdaad. Waar Jan Lammers nog mee reed. Dat was 1994, hè? Die ST was het toen. Ja, Jan Lammers en Rick Friedel. Ja, klopt, ja. En dat je Volvo inderdaad. En dat je nog... En Vauxhall, hè? Die Opel. Dat komt allemaal nog.
Ik ben helemaal lyrisch af, man. Dat is zo. Als ik terugkijk. Vroeger was, wat dat betreft, zoveel beter. Ook de 4 GT-serie, weet je wel. Wat we ook vanmiddag over de app hebben gehad. Oh man, prachtig. Staat ook op de lijst. Oké, sorry hoor. Nou, weet je wat ook graag was? Die IndyCar. Net na de split had je zeg maar GM Car IndyCar. Maar de IndyCar was zo vet. En dan niet de IRL. Dat bedoel ik niet, maar gewoon echt de IndyCar, zeg maar. Toen met Greg Moore en Adrian. Oh, de kart. De kart-serie was dat inderdaad. Ja, ik vond die auto's heel vet. En die auto's die waren volgens mij ook nog sequentieel geschakeld, hè? Ook nog, tot, ja. Tot eind ook, jaren 90. En ook, zeg maar, ook qua kalender. Dat is ook echt de juiste mix met ovals. En ook de reguliere banen, weet je wel. Ja, ze reden niet op, ze reden niet op Indy, maar geloof ik wel op Homestead, nee, bijvoorbeeld. Nee, want ze hadden natuurlijk de rechten van de Indy 500. Ja. Was natuurlijk de IRL. Daar had ze natuurlijk de US 500 als iets een dergelijke, zo'n alternatief ervoor. Ja. Maar goed, dat over het schild te zijden. Ja. Waar hadden we het over? André Lotterer. Wij zijn gisteren beide nog iets schokkends tegengekomen, hè? Wat ik jou doorstuurde via Instagram. We kunnen nou helaas niet delen, want dat verhaal is volgens mij al verlopen van Rengen van der Zanden. Nou ja, jullie weten dat Olaf en Jack, die zijn het theater ingegaan. En Campus, die deed dat later ook samen met Doornbos. En die doet dat dan nu kennelijk met Tom Coronel samen. En Renger van der Zanden was laatste gast bij een van die optredens van die twee. En Tom Coronel, die kwam, geloofd of niet, hij kwam binnenwandelen. Wandelend op een bal. Dus echt op een, het was gewoon een fucking circus act. Dat was echt een niveau waarvan, nou ja, een niveau van Jan met de pet, om het zo maar te zeggen. Dat sloeg werkelijk helemaal nergens op. Ja, maar dat is een beetje het niveau van die sponsoren van net. Ja, maar dat je laat verlagen tot zo'n niveau is echt wel zorgwekkend, hoor. Ja, dat zou ik ook niet kunnen. Theatertouren heet toch iets met circus in de naam toch ook? Ja, geen idee. Het is, nou, ik vond. En toen had ik het nog met Dennis over. Het was sowieso ook al die Renger die zich de laatste tijd sinds hij daar bij Ziggo zit, die zich ook alleen maar raar aan het gedragen. Ook een beetje op dat niveau. Het dieptepunt was volgens mij echt wel toen hij die pannenkoek bij Jack in het gezicht gooide. In een live uitzending. Het grote racecircus 2, zo heet die voorstelling. Dus dat kamp klopt toch wel een beetje als je dan een circus echt begint met een bal, toch? Ja, maar ik denk dat bij mezelf ga gewoon over autosport lullen. En ga niet zo achterlopen doen. Ja, maar ze moeten natuurlijk iets opvullen. Ik ben ooit eens een keer naar dat racecircus gedoe geweest. Maar ik vond het op zich, ik vond het veel leuker dan die bende van Jack en Olaf. Ben jij daar ook eens geweest dan? Bij die theatershow van Jack en Olaf? Ja, natuurlijk. Ik wil het wel even zien. Ik wil, als ik er al mening over heb, dan wil ik natuurlijk wel weten waar ik over praat. Zijn er nog mensen die zondag de race gaan kijken? Gewoon uit protest. Gewoon omdat ze denken van nou, ik heb een soort ding. Dat ik alleen maar op zondag Formule 1 mag kijken. Dus ik neem het op. En dan, dat zou wel heel kansloos zijn. Goed verhaal dit, Joost. Ja. Het is een vraag. Het is geen verhaal. Oh. Ja. 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 Dus jij gaat dat doen? Jij gaat gewoon. Nee. Oh, niet. Nou, oké. Okay. Moeten wij ons trouwens nog zorgen gaan maken om de F1 community anno 2024? Nee. Want het lijkt, ze lijken meer geïnteresseerd in kwantiteit dan in kwaliteit. Het gaat ze meer om het aantal likes en aantal volgers dan echt daadwerkelijk de inhoud. Daar kijken ze niet eens meer naar. Oh, wat naar zeg. Ik zou nooit iets doen voor likes. Als je die al auto kreeg, bedoel je? Nou, ik heb één keer heb ik, wat was dat, met Mexico of zo? Toen had ik zo'n plaatje van die vader van Sergio Perez. Ja. En daar had ik iets van 2000 likes of zo op. Ja, dat was wel goed. Van, oh, dat is wel heel tof. Maar Ik had laatst een foto gedeeld en ik vind het eigenlijk wel knap als ik meer dan 10 likes krijg. Maar ik had laatst een foto gedeeld en dat was over de 100 likes of zo. Dus voor mij is dat een hele prestatie, maar. Ja, voor jullie is dat het wel. Ja. Maar ja, ik heb maar misschien maar iets van 200 volgers. Jullie hebben zeker allemaal in de 1000. Dus, Nou, nee joh. Ik heb er 600 of zo. En, maar waarvan er minstens de helft niet bestaat.
En ja, de enige die echt van ons veel volgers heeft, dat is Dennis natuurlijk. Ik ben een influencer, bitches. Ja, ja. Chris heeft ook wel veel volgers. Ja, bot. Ik voel bot. Hé, hey, maar mijn moeder slaapt inmiddels, jongens. Nee joh, dat meen je niet. Ja. Ja, heb je nog iets in die draaiboek staan van je? Of is het gewoon oude? Het draaiboek is geloofd of niet. Het is al bijna een beetje klaar. Echt? We hebben nog misschien van die Eddie-vraag of zo? Nee, die hebben we niet. Wat vonden jullie trouwens van... Damon Hill, die had laatst wel een goede actie op iemand die reageerde op nogal op een debiele manier reageerde op een tweet of een bericht van Jenny Go. Ja, goed. Dus, ja. Ja. Ja, weet je, je moet geven voor debiele mensen geen aandacht, weet je. Ze gaan doen voor de aandacht. Tja. Ja, precies. Nee. Ja. Heb je nog verwachtingen of zo voor komend weekend? Of wanneer komt dit eigenlijk online? Ik weet niet of het makkelijk is om iets over het komende weekend te gaan doen. Want ik denk dat dit pas gereleased gaat worden nadat Ewout terug is van skiën. Als hij überhaupt terugkomt. Want dat is met skiën vaak nog maar de vraag, hè? Holy fuck. Iets van komend weekend is best wel lastig. Hebben jullie verder nog iets? Dit is meestal de meest saaie aflevering, hè? Nee hoor. Hallo, ik heb allemaal sponsoren bedacht. Die ons niet gaan sponsoren. Ja, en wordt ook een beetje geknipt ook, hè? Ja, nee, ik gooi er af en toe nog wel even sponsoren in. En dan... Maar jullie krijgen toch allemaal de goed van mijn moeder. Mam, als je dit hoort, je bent lekker aan het luisteren. Heerlijk. In bed. Ja. Luister naar ons. Ja. Slaap lekker, mam. Oogjes dicht, snaveltjes toe. Nou, hè? Ja, geen enkele ding over komend weekend. Want ja, het kan ook... Of we doen net alsof Bahrein al geweest is. Van, dat was Max weer goed, hè? Maar jammer dat hij uitviel. En dan mogen we 100 veegjes van maken. Maar komend weekend gaan we gewoon weer in Saudi-Arabië. Ja, dan kan Max gewoon weer winnen natuurlijk. En je moet even zeggen, waarom op zaterdag wordt gereest hier op zondag? Omdat er moet een week tussen de races zitten. Ja, dus Ramadan. Dankjewel, oké. Okay. Die keer in Saudi-Arabië is het inderdaad Ramadan, maar eerste keer niet. Oh, Dennis. Dus, ik ben. Oké, ga maar. Kunnen we Joost niet even muten? Want, het is zo dat reglementair staat vast dat er 7 dagen tussen een Grand Prix moet zitten. En omdat dus de tweede race op zaterdag is, moet dus de eerste race ook op zaterdag, want anders zitten er geen 7 dagen tussen. Oh, minimaal 7 dagen. Juist. Ja, allemaal leuk en aardig, maar ik snap niet dat ze überhaupt rekening houden met de Ramadan. Als ze toch de kalender even anders moeten inplannen dan dit geneuzel. Gooi een boycott er eerst. Ja, ze kunnen natuurlijk ook gewoon een avondrace doen. En dat ze dan na zonsondergang gewoon weer alles mogen zuipen wat ze maar tegenkomen. Nee, zo werkt het nog niet. Zo werkt het niet. De Ramadan is niet zuipen zoals je maar wilt. Ja, je kan toch... Dat is... Hoe? Dat is zeg maar... Hebben we er helemaal dan expert dan hier? Ja, ik ben... Trouwens, iets anders. Wist u dat Jan Lammers tot een paar jaar geleden zich een moslim was? Wist u dat? Nee. Hij was toen Sheikh El Habib of zoiets. Wat een gelul. Nee, maar serieus, hij ging toen met een moslima. Ja hoor. Was dat Jackie X niet? Was dat Jackie X niet? Nee. Kijk, ik schenk er met een eertje op. Nee. Wat was dat? Godverdomme. Nee, Jan Lammers, wacht even. En nogmaals, even voor alle duidelijkheid. Er is helemaal niks mis mee met een ander... hoe noem je het? Een andere religie. Religie. Hij ging met Fardous Hashem. Ja, ik praat geen poep, jongens. En sinds 2001 heeft hij een relatie met Mariska Hoyink. Ja. En daar komt René uit. Ja, klopt. Ja, hey, maar ik pak geen poep, jongens. Ja. Ik heb wel een beetje het idee dat die Mariska wel een beetje... Jonger is.
Ja, zoiets. 16? Ja. Zo willen we ook niet. Maar, ik denk wel dat er iets van 20 jaar tussen zit. Misschien wel meer. Jan Lammers is toch 71 of zo? Of iets in die richting? Nee, joh. 60 of zo? Iets, jongen. Ja, 65. 65? Midden 60 inderdaad. Even kijken, waar komt hij vandaan? Zandvoort. 56. Dus 44 plus 24, 68. Nou, bijna 70. Dan heeft hij het niet verkeerd gedaan, toch? Wat zei je? Dan heeft hij niet verkeerd gedaan, toch? Nee, zeker niet. Nee. Hey jongens, komend weekend is er zo'n Formule 1. En de weg. Maar weet je ook, het begint inderdaad, het weg. En weet je wie in het World Endurance Championship ook rijdt? Nou. And here comes André Lotterer. André Lotterer. Precies. Jensen Button. Nou, en voor welk merk rijdt André Lotter? Precies. Porsche. Het Porsche Penske Motorsport Racing Team. En weet je wat het mooie is? Hij is 42, hè? Hij is 2 jaar ouder dan ik. Dus in principe heeft hij een betere autosportcarrière dan ik. Ah, ja, niet. Maar dan denk ik zo van, oh ja, 42. Ja, ik ben 40 en ik zit gewoon op de zolderkamer gewoon met mijn koptelefoon aan een laptop een beetje te ahoeren. Ik bedoel, en hij zit zo'n beetje de mooi boy te zijn in zijn zwarte overalletje. Ja, zo kan het gaan. Maar wordt het op Videoland uitgezonden trouwens? Of wordt het... Ik zag wel iets op Videoland inderdaad. Alle kans die beelden dat geloof ik. Eurosport wordt er niet meer uitgezonden. Of Eurosport 2 was het, dacht ik. Videoland was het inderdaad. Maar ik weet niet of RTL ook iets gaat doen. Waarschijnlijk gewoon al de code. En als ze het uitzenden is het gewoon de laatste half uur. Dat is vorig jaar. Ja. Hebben jullie nog die finish gekeken van de NASCAR? Ja, nee. Ik heb het wel gezien, ja. Dat was wel heel vet. Nee. Drie naast elkaar. Ja. Binnen 10 van de seconde of iets. De winnaar was echt 0.03 of zo. Maar voorsprong. Ik heb dit weekend documentaire van Kyle Busch te kijken. Dat was op zich al racing, geloof ik. Ook terug zitten kijken. Dat was ook wel interessant om te kijken. Rowdy. Weet je, die documentaire. Ja, op Netflix, toch? Dat weet ik niet. Ja, ik heb wel een NASCAR-serie zitten kijken op Netflix. Een beetje zo'n Drive to Survive. Ja, Drive to Survive is dat. Ja. Ja, een beetje zo'n Drive to Survive-achtige serie van Netflix. Van NASCAR dan NASCAR. Op Netflix. Maar die is, wat ik al zeg, een beetje Drive to Survive-achtig. Ja, en je had natuurlijk ook die van Bubba gedoe. Bubba Wallace. Maar hoe achterlijk rijk die NASCAR-coureurs zijn. Niet normaal. Niet normaal. Dat is een Formule 1-coureur is dat... Die is niet zo. Die zal niet zo rijk zijn. Maar het prijspakket, dat is ook word je echt misselijk van, hè? Zodat echt ook al ben je laatste verdien je iets van €10.000. Ja, dat hebben de Amerikanen altijd gehad. Want het was volgens mij in de vroege jaren 50 was geloof ik al. Daar waren ze soms van die prijzenpotten. Daar kon je in ronde 5, als je 5e lag, kon je het meeste prijzengeld verdienen. En in ronde 6, als je 6e lag, ronde 7, als je 7e lag, dus. Ja, want zo kreeg je positiewisselingen en weet ik veel wat allemaal. En dat denk ik, ja, wat raar allemaal. Maar goed, dat is mijn mening. Ze hebben NASCAR Full Speed. Ja, dat is hem. Die heb ik gekeken inderdaad. Oké. Begon op zich wel leuk, maar het verveelde snel. Dus, je hebt natuurlijk nu Drive to Survive, wat we allemaal wel kijken. Maar dan, omdat we stoer zijn, zeggen van niet. Nou, zeker niet. Nee, ik heb de eerste serie heb gekeken naar een paar afleveringen heb ik gelijk afgezet. Vreselijk, echt serieus. Wat een amateuristische kutbende met de montage. Verschrikking. Je moet dat niet vergelijken met wat het nu is. Ja, het is nog steeds hetzelfde, Joost. Hoe weet je dat nou? Je bent er niet, kijk het, probeer het eens. Nee, ik probeer het niet eens. Nee, zonder voor mijn tijd. Ik wil niet kijken, ik ga niet kijken. Eerste seizoen heb ik wel gekeken. Dat vond ik op zich nog wel grappig hoe die Günther Steiner dan reageerde. Maar weet je wat ik dan zo vervelend vind? Is dat het ieder seizoen dan weer hetzelfde is. Er komt niks nieuws. Het begint een beetje voorspelbaar te worden. En het werd op een bepaald moment werd het de grote Günther Steiner show voor mij idee. Dus ik heb seizoen 1 in zijn volledigheid gekeken. Maar seizoen 2 misschien een paar afleveringen. En afgelopen, niet dit seizoen, maar het seizoen ervoor heb ik... Misschien één aflevering gezien en daarna eigenlijk niet meer. Nee, wat ze ook hebben op Netflix is Gran Turismo. Oh ja, die film gebaseerd op het leven van Jan Martenbrough, toch?
Nee. Ja, een beetje. Ja, niet algemeen, maar... Ja, die Jan, die is die deed ooit mee met een of andere Nissan-competitie. Ja. En toen werd hij coureur. Die heeft meegedaan in Le Mans? Ja. Hij heeft er ook Formule 3 of 2 gereden? Formule 3 heeft hij gereden. Een paar races Formule 2. En volgens mij zat hij, voordat hij bij Nissan kwam, zat hij ook in het McLaren/Nissan GT-programma. En volgens mij doet hij nu in Japan doet hij nu wat dingen. Ja, ja, want dat is echt een Nissan-coureur inderdaad. Hij heeft toen ook aan Le Mans meegedaan in poging tot 2015 met die Nissan GT-R LM. Zo, wat een drama was dat, hè? Oh. Ja, het was een prachtige wagen, maar dat ding was totaal niet vooruit de brand. Echt zo zonde. Ik had echt gehoopt dat Nissan nog weer de moed had om terug te komen en de boel te improven, maar... Ze waren helemaal klaar mee. Ja. Zou dat ook wat te maken kunnen hebben gehad dat het toen echt van die, wat je nu in de Formule 1 hebt, van die veel te dure hybride systemen had? Waar je als grote fabrikant verplicht aan was om aan meer te doen? Want nu is dat door die twee verschillende klasses, is dat min of meer een beetje minder verplicht geworden. Geen idee. Nou, verder nog iets? Nou, het schijnt dat er van het weekend weer Formule 1 is. Maar ook weg. En de nieuwe game is aangekondigd. Ja, dat was eigenlijk meer een foutje, geloof ik. Hè? Echt? Hoezo? Ja, dat was uitgelekt de PS4 uit de uitvoering. En dat was eigenlijk nog niet de bedoeling dat er een datum aan vasthing. En nu hebben ze maar ook aangekondigd voor de PC, Xbox en de PlayStation 5. Oh, echt joh? Ja. Beetje te vroeg aangekondigd, net als de announcement van Lewis Hamilton naar Ferrari. Dat was volgens mij een foutje van dat er een website al op internet had gezet, de PS4 uitvoering met een datum erbij. Dus ja. Ja, maar ja, ik wil eigenlijk wel weer zoiets op gaan pakken. Dat, iemand van jullie die op de PC gamet? Want je hebt nou Le Mans Ultimate game. Ja, ik game wel op de PC, maar ik heb eigenlijk relatief weinig tijd om er nog weer wat games bij te doen. Dus ik doe zelf eigenlijk mee aan een online racing league. Dat is best grappig. Met oude autootjes uit 1923, 1924, 1925. Laatst nog de Targa Florio gereden. Ik ben gefinished. Op 5 uur achterstand? Ja, dat voor mijn gevoel wel. Nou ja, ik ben gefinished en geen laatste geworden. Dat is voor mij doen al. Dat is een hele prestatie. Dus, ja, laatst ook nog de klassieke Indy 500 gereden. Ik maakte alleen een fout bij de start. Je hebt dan zo'n standaard setup. Voor jezelf, zo'n longrun setup. Ik had per ongeluk de longrun setup geselecteerd. Maar mijn longrun setup is met een volle tank. En probeer jij maar met een volle tank op Indy te rijden. Met van die fietsbandjes uit de jaren 20. Ik kwam geen meer vooruit. En dan probeer je tijd goed te maken. En dan doe je, een Rinus 4K'tje. Een Grosjeantje. Dan glij je uit in de binnenbocht. Dan spin je en dan een crash je in de buitenkant. Nu je dat zo zegt. Ik had vorige week ook een croissantje. Oh. Ja, in Disneyland zeker. Ja, zeker. Nee, maar even serieus. Er zijn mensen die... Je kan zeg maar zo'n ontbijt kopen bij het hotel. Dat kost... voor mij was het €28. En voor Zoe was het 23. Dat je gewoon voor met z'n tweeën voor €50 aan het ontbijten bent. Jezus. Wie doet dat? Dat doet toch helemaal niemand? Ja, jij? Nee, ja, echt niet. Ik ben gewoon die villetje gelopen van... Tarbucks heeft wel een croissantje. Tering. En Disneyland is sowieso €100 binnen te komen. Of heb je zo'n kortingsactie? Wat zei je nou? De toegangsprijs van Disneyland is toch €100 per dag? Of heb je zo'n een kortingskaart? Ik had alles in één geboekt. Dus hotel en met... Ja, als je zo'n hotel hebt, dan krijg je de toegang erbij, hè? Nou, je krijgt het niet. Je moet het wel kopen, maar... Ja, je kan dan zeg maar met je hotelpas kan je gewoon het park in en uit. Ik weet niet of je hem kent, maar vast wel.
Hoe heet die Karel Baartmans of zo? Die scheen ook dat die precies op hetzelfde moment. Oh, die Charlie CrossFit. Ja. Die Hamilton haten. Ja. Oh. Ik probeer hem zo wijs te boetseren dat hij een beetje respectvoller is. Maar ga dat, nog niet. Dat lukt me nog niet. Hoe is hij in real life dan? Is hij wel een leuke gozer? Of, Ja, ik vind hem op zich wel. Hoe die reageert op mijn afvalproces, vind ik op zich wel tof. Maar nou, al dat gelul over Hamilton, dat hoeft voor mij niet. Nee. Nee, ben ik ook niet van. Wat dat betreft vind ik wel bijzonder dat een bepaalde niet nader te noemen persoon samen een podcast heeft opgenomen met een ander bepaald niet nader te noemen persoon. Want, de een bejubelt Hamilton en de ander verafschuwt hem. Ja, is dat dan Arlat Kalf en Kees van der Grint? Of? Nee. Leuk geprobeerd, nee. Als Ewout een beetje slim is, gaat hij wel even de nodige dingen even knippen, plakken. Zodat er gewoon een hele leuke, gezellige podcast wordt. Als je die sponsors er maar inhoudt. Een Pro-Max podcast wordt inderdaad. Ja. Dan wordt het een hele korte podcast, denk ik. Ja. Oh, jongens. Dan is de intro, sponsoren en einde. Stiekem hoop ik wel een beetje op zo'n 2003 seizoen. Dus Max mag van mij gerust nog een keertje kampioen worden als hij maar gewoon gigantisch uitgedaagd wordt zoals Schumacher in 2003. Sowieso. Doe maar 2012 of zo. Maar een seizoen zoals vorig jaar, dat is echt killing voor de sport. Ik bedoel, ja. Voor de fans. Ik ben bang dat het Verstappen gewoon nu alle races gaat winnen. Ja. Daar ben ik gewoon erg bang voor. Nou ja. Ja, ik hoop dat, wat ik al zeg, dat zo'n 2003 seizoen wordt. Want Ferrari had toen volgens mij ook een hele goede voorbereiding. Maar toch in het seizoen leek ze toch wel de nodige moeite te hebben om een kampioenschap binnen te haken. En ja. Nou ja, kan het niet gewoon zo zijn dat net als 2018 of zo, dat Mercedes had aangegeven dat Red Bull seconde sneller was. Toen in 2018 was het. Hadden ze een persconferentie met Ferrari is een halve seconde sneller. En vervolgens gingen ze naar Australië en dan werden ze iedereen helemaal de moeder gereden. Toen heeft Ferrari nog gewonnen de eerste races. Echt? Nou, misschien dat het een ander jaar was, maar toen waren ze echt helemaal in zak en as. En toen was het van, nou, het gaat helemaal kut. En, 2016 was dat volgens mij. 2016? Ja, 2016 was dat volgens mij. Of 2019. Nee, 2019 was dat. Maar toen was Charles Leclerc was constant de snelste in de wintertest inderdaad. En toen zei iedereen, oh, Leclerc gaat kampioen worden. En Mercedes zegt, dit wordt helemaal niks. Maar die hebben keihard zitten sandbaggen toen inderdaad. Dat was het inderdaad, 2019. Ja. Mm-hmm. 2012 mag ook wel hoor. Ja, maar wel een iets ander scenario dan wat het in 2012 geworden is. Hoezo? Ja, toen is een Red Bull alsnog kampioen geworden in plaats van een Ferrari. Ja, nee, maar dat mag ook wel. Ze mogen ook wel kampioen worden. Als het maar makkelijk tot en met de laatste centimeter. Ja. En als ze nou die dynamo's erop zetten van dat jaar, valt ze tenminste nog een keertje uit. Oh nee, dat mag niet, dan ben je zuur, hè? Of we moeten Michael Masi weer terughalen als via wedstrijdleider. En die gewoon even random... random een safety car eruit laten brengen en Ferrari de kans geven om op een pitstop te maken op zachte bandjes. Laten we toch weer de zure. Ja. Laten we heel eerlijk zijn. Masi heeft het in principe gewoon heel goed gedaan. Eén ding na. Eventjes Abu Dhabi niet meegenomen. Dus nu is er tenminste duidelijkheid over track limits. Als je over de witte lijn gaat. Ja, met alle wielen, dan is het gewoon track limits. Toen was het elke keer, en er veranderde nog per raceweekend, nog midden in het weekend, hè, dat het van vrijdag op zaterdag de track limits nog eens veranderd werden. En per bocht. Ja, dat bedoelde ik. Kijk, wat daar heb je bij de ene bocht is de binnenkant van de curbstone is de track limit. En bij de andere en bij de volgende bocht is er weer de buitenkant van de... wat is dat voor onzin? De witte lijn is de witte lijn. En dan vrijdag op zaterdag wilde nog een keer veranderen dat het eerst tot aan de witte lijn was. En dan de curbstone, einde van de curbstone, de track limit was. En dan heb je wel van die gele broodjes. En dan moet halfwege de weekend moeten de gele broodjes weggehaald worden. Ja, dat was ook een fiasco trouwens toen 2016 in Oostenrijk. Iedereen die de vloer kapot reed.
Ja, maar Fiat, die spannende kroon, die reed over die broodjes met zijn linkerkant door de trillingen, brak de rechtse achterwielophanging. Ja. Ja. Of Formule 3 met die Salto in de Monza. Ja, met die, hoe heet die ook alweer? Die Australië met die... Alex Pironi inderdaad. Australië was het toch? Ja, klopt. Ja, ja, oké, maar soms worden die broodjes ook wel een beetje, iets meer, krijgen die broodjes iets te veel credits qua lancering. Nou, gewoon te achterbakken wil je zeggen. Nee, soms heb je van die debielen, die missen dan de bocht en dan gaan ze volle bak over die broodjes heen. En dan is het volgens de schuld van die broodjes dat ze de lucht in gaan. Nou ja, ik denk dat het grootste probleem eigenlijk is, wat volgens mij heeft Sander dat al vaker gezegd. De natuurlijke tracklimits moeten ze gewoon pakken met gras of grind. In plaats van uitloopstroken met, ze moeten maar iets plaatsen, dan doen we maar broodjes. Ja. Wel een beetje logisch over nadenken, maar in Italië geloof ik, had je zo'n idioot, die miste de tweede chicane en vervolgens gaat hij vol gas over zo'n broodje en dan wordt hij gelanceerd met alle gevolgen van dien. En vervolgens krijg je, op sociale media krijg je dan de hele gemeenschap over de broodjes heen, terwijl die gast maar niks in zijn hoofd geslingerd krijgt. Ja, toen ging de kritiek als warme broodjes over de toonbank. Ja. Oh, bram! lafjes. Ja. Oh, kijk, ik wil me ook nog herinneren dat er een GT-auto in diezelfde chicane op onze op de kop was beland. Spectaculaire beelden. Hebben jullie trouwens, ik zag dat er laatst weer een nieuwe aflevering was van de Lollipop Man. Of jullie die gekeken hadden? Die heb ik niet gezien. Nee. Soms, vroeger deelde je dat nog wel eens. Ja, ik weet niet of jullie nog behoefte hebben om die te gaan kijken. Nee. Oké, dan zeg ik wel waar het over gaat. Kort samengevat is het, alle andere coureurs, behalve Max Verstappen, die tegen Verstappen lopen te klagen. Ja, je wint te veel. Laat ons eventjes wat overwinningen. En Max wil dat niet. Max je hebt zoveel gewonnen, je kunt ons nu vast meer overwinningen laten. En dan zat hij naar de resultaten van vorig jaar te kijken, dan zegt hij, ja, 3 races niet gewonnen. Ik wil een compleet seizoen winnen. Dus ik geef jullie niks cadeau. Niks aan geloven, toch? Daar kwam het eigenlijk op neer. Oké. Ja, leuk man, leuk. Ja. Ja, inderdaad. Echt, dit is... Het wil je niet missen. Nee. Nee. Nee, dit was ook zonde van mijn tijd dat ik dit gezien heb. Nee, dat niet. Hey, maar we zouden het toch over rallies hebben, of niet? Dat doen we wanneer Ewout weer terug is, want die wil er graag bij zijn. Oh ja, we zeggen van die is nu Schumacher aan het opgraven. Ja, ja, en we gaan het ook een keer over Ferrari hebben, als Chris weer terug is. Ja, nou, dit was het dan wel weer wat deze aflevering betreft. Nee, helemaal niet. Want jij waat over wie tweede wordt, of tweede, dat is Gronings, hè? Wie tweede gaat worden. Maar wie wordt... derde dan? Normaal zou ik zeggen Liam Lawson. Maar die mag helaas niet rijden van de Red Bull teams. Denk je trouwens dat Liam Lawson dit jaar nog gaat rijden, of niet? Hoop ik wel. Ja, maar nee. Maar denk je dat? Verwacht je dat? Ergens, en nou ga ik misschien heel erg ver, denk ik dat dat afhankelijk is van hoe het met Christian Horner zal gaan. Ja, ja. Want als die moet wijken, dan zal de invloed van de Thaise investeerder, die Shaman Yumya, weet ik veel hoe die gast heet, zijn invloed zal afnemen. En dan zal de invloed van Red Bull Oostenrijk wat meer toenemen. En die waren nooit voorstander van het terughalen van Ricciardo. En misschien gaat er dan wel iets gebeuren, wie weet. Ik wil zeggen, van Ricciardo is hij het vriendje van Horner natuurlijk. Ja, en Perez schijnt dat die er ook nog steeds zit dankzij Horner. Oké. Okay. Volgens de Telegraaf, hè? Maar ja, de Telegraaf, dat weten we inmiddels wel hoe dat... Kutkrant! Ja, heerlijk filmpje is dat. Hij zit er toch vanwege Telmex? Ja, maar als je dan ook weer verhalen hoort dat Red Bull overweegt om Albon terug te halen, die al 2 keer eerder mislukt is in Red Bull, dan denk ik bij mezelf, ja... Maar is dat geen mindfuck van Red Bull om Mercedes een beetje zand in de ogen te gooien? Zo van Mercedes, die moet nu ook een keuze maken voor een coureur.
voor volgend jaar. En misschien zijn ze ook al geïnteresseerd in Albon. Nou, zal Mercedes niet gewoon de juiste keuze maken en Antonelli erin zetten? Mits hij kampioen wordt. Of de licentie. Of tweede of derde. Het hoeft helemaal niet. Nee, het enige wat hij moet hebben is een rijbewijs en nog iets. Hij heeft al lang genoeg punten voor zo'n superlicentie. Ja. Oh ja, als hij in de top 3 eindigt, heeft hij genoeg. Want de top 3 heeft hij het nu al. Hij heeft het al nu al. Heeft hij heeft de Formule 4 gewonnen, de Vleka, nog een aantal kampioenschappen. Hij zit al op de 60 punten of zo. Dan is het wachten tot hij 18 wordt en dan erin zetten. Nee, want hij moet ook een rijbewijs hebben tegenwoordig. Oh ja, ook dat dus, nog. Wat kinderachtig. En er was nog een iets wat, waar hij aan moest voldoen. Je moet ook tegenwoordig ook 30 vrouwen hebben gehad. En je moet minimaal zoveel volgers hebben op Instagram. Net als Daniel Ricciardo, anders krijg je ook geen stoeltje. Dat is waar. Inhakend op Dennis, is maar goed dat Kubica niet in deze tijd moet debuteren. Als die dan 30 of 40 vrouwen nou, succes. Ja. Het is een lieve jongen. Ja, met één hand naar de top. Maar ik snap, je had het net over Albon bij Mercedes. Ik snap trouwens niet eens waarom zou een topteam geïnteresseerd zijn in Albon. Albon is een, hij doet het leuk bij Williams. Hij doet het goed bij Williams. Maar Albon is toch ook gewoon een coureur die uitstraalt bij een team, bij een middenmotor. Wist je dat die vader van hem dokter is? Dokter Albon. Die jongen die zou het prima doen als tweede rijder bij een subtopper. Maar we hebben bij Red Bull al wel gezien dat hij veel en veel te kort komt voor de top. Maar zie je toch zelfs bij Perez? Bij Perez in een minimo-team is hij zo goed. Maar bij een topteam, bij McLaren, was Perez ook al niet heel echt. Perez die werd destijds door Red Bull genomen wegens gebrek aan beerten. Het was of Perez of Hülkenberg. En gelukkig hebben ze ook Perez genomen. Ja, want dat. Dat waren de enige coureurs die op dat moment beschikbaar waren. Perez is nog een beetje beter dan Hülkenberg, met alle respect voor Nico. Nou, het schijnt dat de Verstappers juist Hülkenberg wilden hebben. En dat kwam ook weer naar buiten vorig jaar door de Telegraaf. Na de sprintrace in Oostenrijk, toen Perez eindelijk wel een keer het duel aanging met Verstappen. Ja, ja. Ja, dan gaan ze lekker. Als ze er even niet tegen zitten, dan gaan ze lekker. Ja, precies. Dit is gewoon een soort van Russische propaganda dan of zo. Pelspuiterij is er eerder. Ja, zo kan je het ook noemen. Ja, dat is het voordeel van een bevriende journalist. Ja. Erik van der Halen weet echt zoveel meer. Hij heeft echt de Verstappen op de speed dial, hoor. Echt 100%. Hé, man, die zit helemaal in de kroop van de Verstappen. Is het niet andersom? Hey Erik, ik heb weer een verhaal voor je en... Zorg even voor dat het in koeienletters de krant ingaat. Nee, natuurlijk. Want als we zoiets de Verstappen gaan hebben, even appen. Zo van, joh, luister eens Erik, we hebben iets leuks voor je. Maar het ging toch ook dat Horner de Telegraaf ging aanklagen of zo? Ja, want Erik van Haren die zou die appjes gezien hebben met foto's waar het om gegaan zou hebben. Wat Horner betreft. En... Maar ja, aan de andere kant denk ik bij mezelf, die schijnt ook de filmpjes te hebben gezien over Matthijs van Nieuwkerk. Maar niemand heeft die filmpjes gezien, behalve Eus. En die foto's van Horner, niemand heeft ze gezien, behalve Erik van Haren van de Telegraaf. Mm-hmm. Maar ja, weet je, Horner wil de hele zooi afkopen. En wie schikt, ja, die is toch schuldig, toch, zou je zeggen? Ja, dat kun je wel langzaam, want wel een beetje als zwijgeld kun je dat wel zien, ja. Ja, vandaag, vanavond of morgen of overmorgen, dan maak ik Red Bull bekend of Horner gaat blijven. Nee, dat zou mijn bedoeling. Het zou wat zijn als ze zeggen Horner kan blijven, hij is onschuldig. Maar dan hangt er ook gewoon een smet aan hem, hè? Ja, toch wel, ja. Ja, ik vraag me af, wil jij dat als groot concern zijnde? Wil jij als Ford zijnde jouw naam verbinden aan een bedrijf met zo'n man in dienst? Waar zo'n man het hoofd van is. Ja, houd toch op. Die Helmut Marko, die heeft alles en iedereen tot een bot beledigd. En daar, nou ja, dat is vindt Ford fantastisch. Maar hij is niet in dienst van het Red Bull Racing Team zelf, zoals Christian Horner. Hij hoeft geen verantwoordelijkheid af te leggen. Mm-hmm.
Kijk, er zijn mensen, neem nou die Bernie Ecclestone, die heeft dingen gezegd waar zelfs Helmut Markel afstand van zou doen. Want was het Bernie Ecclestone die toen, die nog een tijdje terug nog geroepen heeft dat die Poetin echt wel een goede vent is? Nadat Poetin Oekraïne binnengevallen is. Ja. Ja, misschien is Poetin wel een hele sympathieke jongen. Alleen in de media komt hij over als een heel vervelende dictator, weet je. Dat is heel jammer. Dat snappen wij niet. Wij snappen er niks van. Dat zal dat zijn. Vladimir Poetin is een hele lieve, zachtaardige man. Hij zou ook nooit iemand laten liquideren, echt niet. Hij zou ook nooit iemand proberen te vergiftigen in de gevangenis. Zou die echt niet. Hij zou ook nooit de advocaat van zijn grootste oppositieconcurrent laten arresteren. Voor helemaal niks. Hij laat niemand uit de ramen vallen. Nee. En soms is het even nodig, hè? Soms is het even nodig. Vladimir Poetin is gewoon zakelijk een hele harde man. Maar privé is zo'n hele lieve, zachtaardige kerel. Hij is zo lief voor zijn kinderen, inderdaad. Ja, maar zakelijk gezien is hij hard, weet je. Dan moeten we even wel even die lijn even goed in de gaten houden. Ja. Ach. Ja, het is hetzelfde als met Osama Bin Laden natuurlijk in het verleden. En Saddam Hussein zei ook al waarschijnlijk. Als je terugkijkt trouwens, spreek op Bin Laden. Van de familie Bin Laden heeft Williams vroeger gesponsord. Ja, begin jaren 80. Stond ook heel goed Bin Laden op de wagens. En als je terugkijkt in 2001, zo van, oh ja, Bin Laden was in de Formule 1. Maar ja, dat is natuurlijk een aftakkeling van de familie Bin Laden. Was niet Osama himself, maar dat was een van de achterneven, de broers van Bin Laden zelf. Nee, die, Osama Bin Laden was een van de 40 kinderen van Mohammed al Bin Laden. En die Mohammed al Bin Laden, dat was dan weer de grote rijke zakenman die geïnvesteerd heeft in Williams. In Saoedi-Arabië zijn achterkleinkinderen en ook je gelijk je neef. Ja, precies. Het is één grote dikke incestbende, ja. Ja, precies, ja. Maar Osama Bin Laden schijnt dat hij wel een skybox heeft gehad in het oude stadion van Arsenal. Ja, dus een hele amaibele man. Want zonder Osama Bin Laden had Williams nooit meer bestaan natuurlijk nu. Dus moet Williams überhaupt nooit bestaan. Tenminste, het Williams wat wij kennen, het Williams Grand Prix Engineering Team, zoals dat officieel heet. Dat zou dan niet bestaan. Ja, echt hartjes voor Bin Laden. Ja, zeker. Kudos. In our hearts, never forget. Thoughts and prayers. Goed. Dit was het dan wel weer wat deze aflevering betreft. Helemaal we niet. Hebben weer genoeg besproken. Besproken vandaag. En hopen dat jij als luisteraar zijnde net zoveel van deze aflevering genoten hebt als dat wij dat gedaan hebben. Wat is dit daarvan? Ik heb genoeg te lullen, man. De info, gaat nu op mute. Ja, ik zal weer op mute natuurlijk. Dus, en we hebben het nog niet over André Lotter gehad, hè? Dat zit niet. Wie? Wat? André Lotter. Of, nou ja, spreek ik over André. Andrea Kimi. Nee, Andrea Kimi Antonelli. Ja, maar dat Kimi, dat is er gewoon gepopulariseerd naast nageplakt of zo. Helemaal niet. Zo is hij hiermee geboren, hè? Kimi Antonelli. Ja. Bedenken jullie, gaat hij volgend jaar zijn debuut maken? De ja of nee? Dat ligt aan welk jaar het is volgend jaar. Nee, dan gaat hij volgend jaar debuut maken. Maar zo ja, waar? Bij Williams of bij Mercedes? Sowieso bij... Ja, ik zou het echt wel tof vinden als hij gewoon meteen in die Mercedes kan. Ja, toch? Ja. Meestal, maar ja, ik zie ook zo vooruit dat Mercedes weer zo'n conservatieve constructie bedenkt. Dat Antonelli gelijk twee jaar naar Mercedes of naar Williams gaat. En dat Alonso voor 2 jaar naar Mercedes gaat, weet je wel? Nee joh, wat zou je... Dat past totaal niet. Nee, maar zoiets, wat is echt Mercedes nooit echt out of the box qua coureurs. Snap je? Ik hoop dat Red Bull eens out of the box gaat. Ja, van los op bedoel je. Ja, flikker op met die Ricciardo. Sowieso. Die is verleden tijd. Checo ook, verleden tijd. Tsunoda gaat Stappen het toch ook. Nooit. Oh. Ja. Ook verleden tijd. Tsunoda gaat het ook nooit, maken. Hup, los erin. Ik denk dat van al die Red Bull coureurs die er nu zitten, Lawson waarschijnlijk nog degene is die niet op de korte termijn, maar
uiteindelijk nog het dichtst bij Verstappen kan komen qua, qua tijd. Ja, wat is dit nou weer voor vegelul, joh? Of nou, dat heb ik één keer eerder gezegd, zoiets. Maar toen kreeg ik meteen van, oh, je bent onaardig. En, maar dit is gewoon gelul. Dit, leuk hoor, Lawson, maar... Nee, joh. Ja. Nou ja, dat is met Joost eens, broer. Lawson is een groot talent, maar... Nee, joh. Ik zeg ook niet dat hij Verstappen gaat verslaan. Dat zeg ik niet. Maar je ik zeg dat... Nee, je zegt dat hij... Dat hij dat ik zeg dat is gelijkwaardig. Van... Nee, ik zeg dat van al die coureurs die... nu bij Red Bull onder contract staan, hij nog degene is die het dichtst bij Verstappen zou kunnen komen. Op termijn. Perez, ja, dat zie je ja. Nu al, die is het niet. Ricciardo gaat het ook niet worden. Tsunoda gaat het niet worden. Op 16e, dus dan zit hij op een halve seconde of zo. Hm? Nee, Lawson die moet gewoon, of nou ja, wat is het? Alfa, Visa, Tauri, whatever ding. Als dat nou weer een junior team wordt, dan moet hij gewoon lekker daar. En dan moet, ja... Iemand er ook nog naast. En dan gaan we het dan eerst maar eens daar laten zien. En daarna komt de rest wel. Ja, dat is de veilige optie inderdaad. Maar toen, toen Chris en ik bij de opnames in Lichtenvoorde waren voor GP Magazine. En dus Christian Albers spraken. Albers die had uit zichzelf begon niet te praten over Perez. Ja, Perez die doet het ook niet echt. Die laat het ook niet echt zien bij Red Bull. En Chris die vroeg aan Albers... ja, wie zou jij daar graag bij Red Bull willen zien? En Albus, zonder na te denken, zegt hij direct Lawson. Ja, je weet hoe ik daarop reageer. Maar dat Albus zoiets zegt, nou, ik vond het al een goede vent. Nu vind ik een fantastische vent. Oh, nou, niemand verwacht. Denk je? Dat is een nieuwsflash wel. Ja. Ja, nee, maar ja, het... ik denk dat als Lawson gewoon Super Formula kampioen was geworden, dan ja, kon niemand of niks er om hem heen. En nu is hij maar derde of tweede of zo geworden. Ja, je hoeft niet per se kampioen te worden in de Super Formula, hè? Kijk, de licentiepunten had hij sowieso al. Dus. Nou, in dat nee, maar als jij daar als soort van de beste van het veld het niet wordt met wat is het? Kim Jong-ding en... Vergeet niet dat de Super Formula toch wel dat het iets wat andere discipline is. En in Japan toch wel iets wat andere mentaliteit is dan in Europa. En Red Bull die stuurt daar vaak de talenten heen om wat zelfstandiger te worden. Niet eens om echt per se kampioen te moeten worden, maar puur om zelfstandigheid te krijgen. Dat is in het verleden, vooral in de jaren 90, hebben we ook heel veel coureurs, voordat ze Formule 1 zijn gereden, zijn ook naar de Formule Nippon ingegaan. Om daar wat ervaring op te doen. En dat heeft vooral voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling heeft dat heel erg veel goeds gedaan. Voor een aantal van die jongens. Wist je dat Giuliano Alesi daar ook gereden werd? Maar die deed maar 5 races mee, want daarna waren alle auto's van zijn vader op. Ja klopt. Het is ook wat, het is ook toch sneus eigenlijk. Dat Jean heeft toen zijn F40 verkocht alleen maar de loopbaan van zijn zoon te bekostigen. Ja, eigenlijk wel sneu. Ik wil niet zeggen dat Jean Alesi ontzettend talentvol was, maar... hij had wel talent en hij was inderdaad wel snel, maar het was niet de meest grillig was hij wel. Grillig. Nou, als hij gewoon voor... hij kon toch kiezen tussen Williams en Ferrari en de koos hij voor Ferrari. Ja, omdat destijds Ferrari eigenlijk ook wel beter was dan Williams op het moment dat hij die keuze maakte. Ferrari in 1992 had ze... ja, wat is het? 1992 had hij een soort clean sweep of zo en 1993 ook. Alesi was wel snel, maar hij was niet de meest intelligente coureur. Maar die zoon van hem, die kon er helemaal niks van. Nee. Ja, dit was het dan wel weer wat deze aflevering betreft. We hebben weer genoeg besproken vandaag en hopen dat jij als luisteraar zijnde net zoveel van deze aflevering genoten hebt als dat wij dat gedaan hebben. Vind je dit een leuke aflevering? Klik dan op de like-button. Heb je op- of aanmerkingen? Dan zien we deze graag via de comments en wil je in de toekomst meer afleveringen van ons beluisteren? Volg ons dan via X, Instagram, YouTube, Spotify en vergeet hierbij niet om ons 5 sterren te geven. Heren, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd. Nog een fijne dag gewenst en tot de volgende keer. Stop! Stop! Oh ja. Stop! Ja, heel goed idee. Stop.